filmfans, ik ben Jasper. En ik ben Iman. En vandaag gaan we het hebben over Kong Skull Island. Sceptische man naast me. Rond het einde van de Vietnamoorlog wordt er een geheime expeditie gestuurd naar een mysterieus nieuw ontdekt eiland. In de hoop daar nieuwe diersoorten te vinden. En ja, die zijn er. En niet zo'n beetje ook. Is that a monkey? De hoofdrollen worden gespeeld door Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, John Goodman, Toby Kebbell en natuurlijk King Kong. Kong Skull Island is na de versie uit 1976 en die van Peter Jackson uit 2005 alweer de derde remake van de klassieke King Kong film uit 1933. Na Godzilla uit 2014 is dit de tweede film in het Monsterverse van Legendary Entertainment. De volgende film wordt Godzilla, King of Monsters in 2019 en daarna krijgen we Godzilla vs. Kong in 2020. Tipje, blijf even zitten tot na de credits. Iman, ja? Wat vond je ervan? Nou, ik vond het een hele leuke, verstand op nul, popcorn monsterfilm waarbij de effecten echt er schitterend uitzien en het acteerwerk, ja, blijft een beetje achter. Alright. En jij? Ik vond hem ook heel erg leuk. Ik vind het grappig dat bij de vorige King Kong van Peter Jackson de grote kritiek was, die film duurt veel te lang. Het duurt pas een uur of langer nog voordat ze überhaupt op het eiland zijn. En hier zijn ze binnen 20 minuten volgens mij wel op het eiland en zijn, worden er al helikopters neergeslagen door King Kong. Ja. De keerzijde is dat het ook een klein... Qua character building en qua... Het is een klein beetje een stomzinnige film met hele vlakke personages. Wat ik zei, het is echt verstand op nul en ja. Gewoon genieten van de special effects. Ik vind hem entertaining, ik vond hem leuk, maar ik vind nog steeds die van Peter Jackson beter. Ja, nee, maar dat is veel beter. Peter Jackson probeerde een klassieke film te maken en dit is gewoon een pulp B-film. Ik vind het wel leuk, het jaren 70 stijltje, de constante verwijzingen naar Vietnam en Vietnam films. Apocalypse Now heeft heel veel invloeden. Hij is heel stijlvol gemaakt. Het ziet er heel strak uit en de effecten, zoals je al zei, zijn heel erg goed. Ja. De aap is heel erg goed, maar gewoon de menselijke personages met het allerergst vind ik persoonlijk Brie Larson. Die komt er zo slecht vanaf, want King Kong heeft natuurlijk altijd best wel een belangrijke rol voor een vrouw weggelegd. Mm-hmm. En zij is niks meer dan eye candy. Niks meer. Wat jij zei, ik heb alleen maar naar de borsten zitten kijken. Ja, en dat klopt wel een beetje. Dat is haar rol. Ja. Look, boobs. En dat vind ik dan toch een klein beetje jammer. Want Naomi Watts was wel een heel sterk vrouwelijk character. De traditionele Scream Queen een beetje naar een hoger niveau tilde. En hier zijn we weer terug bij eye candy. Bij Peter Jackson was de aap een stuk kleiner. Mm-hmm. Deze aap is vier keer zo groot. Hij is echt gigantisch groot. Gigantisch. En dat is best wel tof. Ja, wat ik had gelezen was dat Peter Jackson hem veel realistischer wil maken. Mm-hmm. Echt als een soort van zo'n zilverrug aap die op vier pootjes loopt. En dat ze hier zeiden van nee, we gaan gewoon lekker. Dit is een ander ras. Dit is gewoon een ander soort aap. En die loopt gewoon op twee beentjes en die is gewoon gigantisch groot. Ja. Vond ik leuk. Het is wat de aap was wel weer wederom de reden om King Kong te kijken was gewoon de aap. Ja. Is that a monkey? De acteurs. Ja. Ik vond de twee eigenlijk wel goed. Mm-hmm. Samuel L. Jackson en John C. Reilly. Dat waren de enige twee die een beetje backstory hadden, die een beetje character hadden. Vooral het personage van Samuel Jackson vond ik wel heel tof. Ja, met dat Vietnam oorloggeschiedenis. Hij is een soort, een kolonel geloof ik. En hij kan het eigenlijk niet verdragen dat ze de Vietnamoorlog soort van verloren hebben. En daarom reageert hij dat een beetje af op King Kong. En dat is vet. Op het arme slimme dag. En John C. Reilly is een beetje de comic relief van de film. Maar tegelijkertijd ook wel gewoon een beetje voice of reason voor iedereen op het eiland. Van, hé jongens, Kong is koning hier. Doe even chill. Want hij vernietigt je. Ja. En dat vond ik heel leuk. Een leuke rol van hem. Ja. En Tom Hiddleston en wat jij al zei, Brie Larson, die blijven een beetje achter. Ja, die zijn echt vlak. That's Kong. He's God on the island. But the devils live below us. I call them skullcrawlers. Why? Because it sounds neat. Okay. Look, I just made that name up. I'm trying to scare you.
I'm fine calling them that. Are you cool with it? Yeah, that seems like a good idea. I like the name. Like hij is wel bruut, deze film. Mm-hmm. Hij is best wel echt wel. Hij zoekt wel het grensje op van de PG-13 of de 12 jaar en ouder rating. Want hij is best hard. Op ja, sommige momenten. En het is ook leuk dat ze echt heel veel personages erop flikkeren. Zodat je toch echt even zit te denken: wie gaat er dood? Wie blijft er leven? Wie gaat er dood? Ja. En er zitten best een paar leuke verrassingen in. En ja, de moeite waard. Ja. Let me list all the ways you're gonna die. Rain, heat, disease-carrying flies. And we haven't started on the things that want to eat your life. We'll double that. Plus a bonus if we make it back. If? Ja, ik geef hem een smiley. Ja. Leuk vermaak. Echt een prima bioscoopfilm. Lekker begin van de blockbusterseizoen. Ik ben wel verrast door deze film. Ja. Maar het is niet zo'n film die zo verrassend is dat je echt blown away bent. Nee. Dus een smiley... Leuk vermaak. Kun je gewoon echt lekker in de bioscoop kijken. Ja, nee, ik geef hem ook een smiley. Hij zakt halverwege, zakt hij ook een beetje in. En dan verliest hij een beetje zijn tempo. En ja, ik ben hem eigenlijk ook wel weer zo vergeten. Ja. Dit is een film die ik over 2 maanden... Oh ja, die heb ik gezien. Ja. Maar voor een avondje bioscoop is het echt heel erg leuk. Ja. Dit is een goede groep van boys. We're all gonna die together out here. You shouldn't have come here. We'll be right back.